allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik moet een blad papier meenemen en waar komen we een deel van mijn leven? En er is al iemand al aangekomen aan mijn auto. Dan gaan we dan ook wat vertrekken. Maar die moet maar even nog geduld hebben. Ja, dus welkom op mijn deel van mijn leven. Ik ga gewoon nog mijn tandjes poetsen en dan gaan we vertrekken al naar mijn wijk toe. De vlog zit al in elkaar. Dus, dan weten jullie dat. Dus dat is ook al helemaal goed gebeurd. Ik zie jullie allemaal straks terug. Oh, en dan heb je iets. Tot straks. Ik ben gedaan met werken en ik moest hier even op het postkantoor hier in Alleke zijn. En ik heb mijn pakje opgehaald. Dit gaan we dus s'avonds open doen. Samen met mijn schatje. Misschien is dat van Beer & Tea, die eindelijk is aangekomen. Ik denk dat het echt van Beer & Tea is. Echt waar. Daar gaat mijn schatje ook weer al trots zijn. En ja, ik zit terug in de auto. Op zaterdag. Nee, ik ga geen autovlog doen. Nee, ik ga geen autovlog doen, dus ik ga hier nu afsluiten. Nu ga ik richting mijn ouders. En wat heb ik... Ah ja, dat ga ik wel nog gauw zeggen in mijn auto. Wat ik vandaag heb gedaan op mijn werk is... dozen openmaken en dan bussen bestikken. Voilà. En ook soms inpakken en stapelen. En nu op weg naar mijn ouders. Tot s'avonds. Yo. Ik ben nu weer al aankomen op mijn appartementje, maar niet alleen. Kijk eens wie bij mij is. Hey. Jawel. En mijn kerstverlichtingen staan aan. En jullie weten het dat ik naar de postkantoor ben gegaan. Maar het is een privé cadeau. Dus het is niet van BR&T. Het is een totale ander cadeau wat wij hebben besteld. En dat kwam ook van die kanten uit waar Brent dat ook had besteld. Dus daar was een kleine vergissing, hè schat? Ja. Maar dat houden we wel onder mij en... Mij! Daar ging ze bijna. Het is een slagje. Ja, ik ben gelukkig vandaag. Ja, maar ik mag niet te fel naar onder filmen momenteel. Want daar ligt ons cadeautje. Ja, draai je dan om, dan mag je wel naar onder filmen. Oh, oké. Okay. Grapje, hè, mensen. Grapje, hè. Dat is alleen maar voor mij. Voor mij, voor mij, voor mij. Allee, mensen. Dus jullie weten ook wat ik allemaal al heb gedaan op Bewelle en al. Dus en nu gaan we echt heel rustig ons ook bezighouden hier. Naar filmpjes kijken, naar Enzo Knol kijken, naar... Ja, sorry, Bea doet iets en ik moest ermee lachen. Oké, okay. Dus we gaan naar Enzo Knol kijken, we gaan naar Stuk TV kijken, we gaan naar... Ik kan me hier echt niet serieus houden, hè, mensen? Echt waar, hè? En zij hier, hè? Ik heb geen handen. Ja, maar ik film alleen maar de bovenste stuk. Jij zit wel echt in een loopas, hè? Hoezo? Ja, mij zo laten lachen tijdens dat ik aan het filmen ben, voor mijn kijkers. Hé, hey, dan hebben de kijkers ook plezier met uw mooie lach. Dat is ook wel waar. En mensen, ik ga sowieso ook zeggen van, ik wil nog... happy vlogs maken, maar ik ga ook binnenkort eens een vlog maken waar ik ook even mijn gevoelens en al ga uiten. Dat wil ik eens doen. Comments. Ja, dus dat ze echt definitief op de hoogte zijn van hoe ik ook mij voel en wat je allemaal hebt meegemaakt, bijvoorbeeld. Ja. Dus sowieso gaat daar, sorry schat, gaat ook Carissa even nog in voorkomen. Dat wil ik dan daar ook nog even bij bespreken. Hoe mij daar ook bij voel en al. Maar, zij stunt. Ik zeg toch geen sorry voor te zeggen, dat is toch uw leven. Ik weet het. Allee mensen, tot straks.